hartelijk welkom iedereen. Het Lumens Field is goed gevuld. De sfeer zit er ook goed in. Ik kan niet wachten om deze interessante ontmoeting van commentator te zien. Maar dat kan ik natuurlijk niet alleen. Dus ook collega Jeroen Gruter is weer van de partij. Dit zijn de Verenigde Staten tegen Spanje. Zie het? Dit is een ideale gelegenheid voor de trainers om zonder druk te experimenteren met hun teams. We kijken naar de spelers die aan de wedstrijd gaan beginnen. Ze starten in een klassieke 4-4-2 formatie. En ja, Jeroen, aan jou de vraag. Waarom zien we die tegenwoordig zo weinig? Ja, het voetbal is veranderd, zie je. De ruimtes zijn kleiner geworden. Staat erom bekend dat ze veel druk op de tegenstander zetten. Dat is dus lastig als je lekker rustig wilt opbouwen. Maar het heeft ook een voordeel. Want doordat de tegenstander zoveel druk zet, ontstaat er ook wat ruimte op het veld. Spanje heeft de bal aan het rollen gebracht en de 90 minuten die lopen nu. Goed hoor dat hij hier voordeel geeft. Hij voelt het perfect aan. Tegenpartij aan de bal. Ja, ze brengen al even aan die Amerikanen. En dit is hun beloning. Wat een prachtig doelpunt voor de Verenigde Staten. Het is natuurlijk niet zomaar dat deze treffer tot stand komt, hè, Siert. Het begint allemaal bij dat vroege druk zetten. De tegenstander krijgt eigenlijk geen enkele gelegenheid om eruit te komen. Raakt de bal kwijt. Ja, en dan ligt hij binnen de kortste keer achter de keeper. Goed gedaan. We vervolgen het spel. En de Verenigde Staten leidt, of je moet zeggen, leiden. Dat heeft hij uitstekend gezien. Adrián González. Hij troeft hem fysiek af en heeft de bal weer in bezit. Daar is hulp van een teamgenoot. Komt-ie! De schot wordt geblokt, toch? Ja, wordt geblokt. En zo snel weer een doelpunt. Ja. Met de positionering van de doelman is op zich niets mis. Maar dan gaat hij hier wel in de korte hoek in. En dat zou natuurlijk niet mogen. Dit maakt het af in zo'n wedstrijd, zo'n trucje. Zeker als het lukt. Sergi Samper.
Ah, dit is lekker. Hij laat doorspelen naar die tackle. De voordeelregel uitstekend toegepast. Sergi Samper. Kiko Femenia. En daar is weer een aanval van Spanje. Hahaha, hocus pocus. Wat een tovenaar. Pure magie is dit. Wat een spectaculaire beweging. Ze kunnen snel uitbreken nu. Die defensie reageert veel te traag. Van dichtbij. Fenomenaal. Een razendsnelle uitbraak. En wat een geweldige afronding. Er zit zoveel snelheid in deze ploeg. Hè? En de counters die zorgen elke keer weer voor gevaar. Alles loopt op rolletjes in deze aanval. Het begint bij de voorzet natuurlijk. Die is van hoge kwaliteit. Perfect afgemeten. En dan voortreffelijk met het hoofd afgewerkt. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. Dribbelt verder richting doel. Nee, dit kan worden verdedigd. De aanval is alweer voorbij. Veel ruimte op de flank. En de bal wordt weggewerkt, het gevaar is geweken. Bal gered, spel loopt verder. De bal eindigt met de tegenstander, die hem rustig kan verwerken. Zie het, ik kan nog steeds niet geloven dat die bal er niet in ging. Jaume Costa. Sterke tackle, pakt de bal af. Hij kan mooi doorstomen daar. Voorzet kan, vanaf de flank. Goeie redding, zeg. Adrián González. Retourneert de paas. Met dit doelpunt wordt de achterstand iets kleiner. Wat is dat toch lekker, hè? Als je een bal zo perfect kan raken, zo hard. De doelman heeft dan gewoon veel minder tijd om te reageren. Dat is ook hier het geval. En we hebben nu een stand van 3-1. Hij rukt verderop. Benieuwd wat hij gaat doen. Maar dan zijn ze de bal kwijt. Aanval afgelopen. Oh, een kans van korte afstand. Boom, het lijkt wel een hamer dat hoofd. Wat een kopbal, geweldig. In deze situatie komen overzicht en traptechniek magistraal samen.
Kijk eens, wat een prachtige paas. En dan wordt het fraai afgerond met een kopbal. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. De keeper brengt knappe redding en tikt de bal weg. Hij zal nog wel eens terugdenken hoor, aan deze kant. Ik denk dat hij zelf ook al weet dat hij een doelpunt had moeten maken. De voorzet is onderweg naar de tweede paal. En dan wordt er gevlacht. Deze aanval levert niets op, want buitenspel. Ja, dit is gewoon een weggegooide kans. Zo simpel is het. Er zat zoveel meer in. En dat heeft alles te maken met miscommunicatie. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Met een hoge steekbal. Dat leek een veelbelovende counter. Hij strandt. Komt hij tot een schot? Ik denk dat hij hem al telde, maar de vlag ging omhoog. Buitenspel gegeven. Blijft goed aan de bal. Nog steeds aan de bal hier. Er is gefloten voor een handsbal. En ik denk dat de scheidsrechter dat goed heeft gezien. Nou ja, die was in de buurt. Dus ik denk dat het wel duidelijk was. Hij trapt de bal voor het doel. Dat was nog best een gevaarlijke kopbal van die afstand. De bal scheert langs het doel. Nog steeds met de bal aan de voet. Midden voor het doel gegeven. Doelman had hem. Bal blijft binnen. En die bal wordt goed geblokt door een speler. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Oh, de bal tegen de arm. De scheidsrechter fluit voor hands. Ja, opzettelijke handsbal. Goed gezien. Sergi Samper. Het lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Zo moet het dus niet. Deze counter sterft in schoonheid. Adrián González. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Hij stoomt verder en hij komt eruit met de bal. Wat een doelpuntenmachine deze man. Het is alweer zijn derde, hè? Vandaag speelt hij echt de sterren van de hemel. De klasse druipt er vanaf. Dit is nog eens omschakelen, hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Maar ja, dan moet je hem nog wel langs de keeper zien te koppen. En dat lukt hem hier uitstekend. Hij raakt de bal precies goed. Fraaie goal. Bal over de achterlijn. Een doeltrap. Blessuretijd 2 minuten. Adrián González. Sergi Samper. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. En die bal vliegt binnen.
We gaan rusten met de ongelofelijke tussenstand van 6-1. Eén team doet hier iets niet goed, lijkt me. Deze speler zit lekker in de wedstrijd, hoor. Deze aanvaller speelt vandaag een cruciale rol. Niet alleen door zijn twee goals, maar het is veel meer dan dat. Komt heel vaak aan de bal en hij bespeelt de ruimte voortreffelijk. Daar is hulp van een teamgenoot. De rust zit erop. De VS heeft afgetrapt. Nog steeds in aanval. Hij speelt zijn tegenstander voorbij. En wat gaat het scheidsrechter hier doen? Ah, dit is lekker. Hij laat doorspelen naar die tackle. De voordeelregel uitstekend toegepast. Hij kan mooi doorstomen daar. Dat was oppassen. Er ligt ruimte voor de counter. Had iets kunnen worden deze counter, maar ze stranden. En nu wordt het oppassen. Ja, daar is hij dan, de lang verwachte treffer van Spanje. Je kon erop wachten. Tiki-taka, tiki-taka. En het wordt heel fraai afgemaakt. Wat is dat toch lekker, hè? Als je een bal zo perfect kan raken, zo hard. De doelman heeft dan gewoon veel minder tijd om te reageren. Dat is ook hier het geval. De stand is 6-2. Houdt u de rekenmachine er even bij? Hij rukt verderop. Bal veroverd in de eigen 16. Er ligt een counter op de loer. Een kans om te scoren. Ratatatata, hier zit alles in. Een plaatje van een omschakeling. Hup, de Brommer staat er. Springen, tak, 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 tak. Goal! Ah ja, een schitterende goal. Ze profiteren maximaal van hun snelheid en dan slaan ze genadeloos toe. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En dan, ja, wat moet je nog doen als keeper? Het enige dat je kunt doen is hopen dat ze een fout maken, want je bent eigenlijk kansloos tegen twee spelers. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Sergi Samper. Adrián González. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Vrije trap. Vanaf deze positie moet er nog iets mogelijk zijn. Het lijkt erop dat de coach gaat wisselen. Goed gered door de doelman en de bal geklemd. Ruimte voor de counter. Oei, te veel man voor de bal nu. Voorzet in het 16 meter gebied. Maar dan eindigt die bal eenvoudig in de handen van de keeper. En is het gevaar voorbij. Sergio Leon. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. En met de bal aan de voet de uitbraak. Doe maar, volley. Ja! Koekoek, de techniek druipt er vanaf. Een volley met de timing van een Zwitserse uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt, een beauty. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt.
komt er het doelpunt aan. En met een stiftje erin. Prachtig uitgevoerd die boogbal. Hij vloog net over de keeper en precies het doel in. Ja, geweldig hè. En de doelman die doet wat hij kan, maar die kon er echt niet meer bij. Dit is de zoveelste aftrap. Beide teams blijven maar doelpunten maken. Ze mogen een hoekschop nemen. Laten we nog eens naar het doelpunt kijken. Heel rustig en gedecideerd gedaan. Niet hard uitgehaald, maar heel slim met een boogbal in het doel. Bal naar het midden. Werkt de bal goed weg. En dat is opnieuw een corner. Hoekschop wordt voorgegeven. Die corner is te kort en komt daardoor niet aan. Er ligt ruimte voor de counter. Deze moet er nu wel in. Wat gaat hij doen? Heeft iemand die doelman nog gezien? De bal gaat er zo in. Ja, en dan kan hij hem makkelijk afmaken. De doelman was ver van zijn lijn af. En dan is het geen grote opgave natuurlijk meer om hem erin te werken. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Pablo Insúa. Mark Roca. Kiko Femenia. Sergio Leon. Kunnen ze profiteren van deze pass? De kans nu uithalen. Die bal gaat naast. Oh, maar wel goed geschoten zeg. Ja, je ziet het hè. Hij wil de bal gericht plaatsen. Maar dan mikt hij net niet nauwkeurig genoeg. Nagbe. Komt-ie! Een fantastisch doel. We gaan er even voor staan. Even klappen. Wat is echt een geweldige goal. Moet je nou toch kijken, Siers. Hoe hij de bal raakt. Wat een knal. Nou, dit is een dodelijke combinatie van richting en van kracht. Met dit doelpunt wordt het verschil nog groter en is de wedstrijd wel gespeeld. En daar zit hij gewoon goed tussen. De scheidsrechter fluit, maar wat doet hij nu verder? Veel te simpel deze paas. Een makkelijke prooi voor de tegenstander. Een kans op een counter. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Allemachtig! Wat een verschrikkelijke knal! Dit mag toch niet meer? Hier krijg je een boete voor tegenwoordig. Niet te houden natuurlijk. Een fantastisch hulpmiddel, deze doellijntechnologie. Het is duidelijk te zien dat de bal in zijn geheel over de lijn is geweest. Ja, want anders was die goal misschien helemaal niet geteld. In eerste instantie had ik ook mijn twijfels. Wat een doelpunt te verstijnen, zeg. We hebben niks te klagen.
Sergi Samper. Hij zit er goed tussen bij die pas. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Mooi gered, zeg. Helaas. Hij had die bal wel anders willen raken, denk ik, hoor. Die gaat naast. De doelman zag het van ver aankomen. Het was echt een heel mooi afstandsschot. En belandt maar net naast het doel. Het blijkt uiteindelijk helemaal geen slechte poging van afstand. Maar uiteindelijk net naast. Goed hoor, dat hij hier voordeel geeft. Hij voelt het perfect aan. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Joaquin. Hij krijgt hulp. Sergi Samper. Zou wel eens wat kunnen worden. Oh, een kans van korte afstand. Oh ja, een mooi boogmatje, maar de keeper trapt er niet in. Ja, gewoon goed geanticipeerd en ja, dan kun je hem gewoon pakken. Ja, op doel! Nou, de doelman denkt er blijkbaar anders over. Die kan een doelpunt eenvoudig voorkomen. Knallen maar! De doelman keert die inzet. Hoekschop in het centrum geplaatst. Doelman ertussen, spel gaat verder. Uitstekend verdedigd hier. Schotkans verijdeld. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Goede verdedigende actie. Bal heroverd op de eigen helft. Mark Rocca. Sergi Samper. Zet verder door. Nee, aanval stuk gelopen. Ze houden de bal niet in de ploeg. Voorzet was gegeven bij de tweede paal. Ja, zo'n bal telt natuurlijk niet. Buitenspel. Nou, hier zal geen debat over worden aangevraagd. Het is zo klaar als een klontje. Hij houdt die bal mooi vast. Nog even door. We krijgen er 5 minuten bij. Hij rukt verder op. Bal gaat richting medespelers in het centrum. Wat een snoek daar, zeg. Geweldige redding van deze keeper. Corner voor het doel gebracht. Op de paal en dus verder. Daar komt een tegenstander tussen. Hoe gaat de scheidsrechter deze situatie beoordelen? Houd de bal vast. En zo hebben de VS die doelman toch gepasseerd. We rekenen er al een beetje op, maar dat hij zo mooi zou worden. Nou, en daarmee is de klus helemaal geklaard. Ze hebben de wedstrijd gedomineerd. Ja, en niet zo'n beetje ook trouwens. Ze hebben de tegenstander helemaal suf gespeeld. De wedstrijd is gedaan. We worden getrakteerd op een ongelofelijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Netjes gedaan. Goed gezien. En daarmee is de wedstrijd gespeeld. De thuisploeg wint. Oh, wat zal die trainer tevreden zijn. Niet alleen heeft dit team hartstikke goed gespeeld. Die uitslag, hè, ja, die zegt alles. Hij heeft vandaag een topprestatie geleverd. Wat onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de overwinning. Wauw, wat een wedstrijd van hem vandaag. Hij scoorde aan de lopende band. En maakte daarmee natuurlijk het verschil tussen...